Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Franklin Presentations. Welkom bij een nieuwe aflevering van Babberich TV, het voetbalprogramma over SV Babberich. Afgelopen weekend kwam ons G-elftal tegen Longa 30 in actie. Zouden ze het kunnen winnen of is het een verloren wedstrijd? De reportage is gemaakt door Geert Reumer. Babberich treedt thuis aan tegen het prima spelende Longa 30 op de buitenboom. Het G-team van Babberich. Zij beginnen goed aan de wedstrijd. Hier de aanvoerder met een goede actie en een schot. Maar de doelman van Longa 30 staat uitstekend te keepen. Dan Longa met de mooie acties. Hier een actie over rechts van de technisch begaafde speler. Deze komt naar binnen toe. Speelt twee man uit. En houdt dan een prima overzicht. Zet iemand vrij voor de goal. Deze schiet maar helaas op de kruising. Inmiddels staat Babberich dan met 1-0 voor. En is het de aanvoerder met een vrije trap. Deze belandt op de lat en Babberich wint deze wedstrijd met 1-0. Wat heb je tegen de jongens gezegd voor de tijd, voor de wedstrijd? Ik heb gewoon gezegd van rustig blijven, compact bij elkaar blijven staan, niks overhaast kunnen doen en gewoon spelvreugde. Ja. En te stralen van de eerste minuut tot de laatste minuut, stralen gewoon bij de jongens uit. Ze wilden vechten voor elkaar. Ja. Het is gelukkig een keer een zege. We waren in het verleden heel de eerste helft in de aanval en we kregen heel de kansen. En toevallig, vandaag met de opname dan, hebben we ook toevallig gewonnen dan. Ja. Het moest er een keer van komen, want we kregen elke wedstrijd een hoop kansen. En gelukkig is vandaag een keer aan de goede kant gevallen. De opmars van het eerste elftal is niet te stoppen. Afgelopen zondag speelden we tegen Alverna. De koploper die pakte de laatste vier wedstrijden slechts 3 punten, dus dat gaat niet zo goed. Maar Babberich is wel in topvorm. Zij scoorde de laatste paar wedstrijden volop en ook afgelopen zondag was het 0-2. En dat maakt de stand als volgt. Alverna staat op dit moment op de eerste plaats. Met rassenschreden volgt Silvolde. En op de zesde plaats, ze gaan dus goed, staat Babberich inmiddels. Aankomende zondag spelen we tegen TVC 28. Dus ik zou zeggen, kom allemaal gezellig aanmoedigen. De businessclub groeit maar door. Ruim 100 bedrijven hebben zich inmiddels aangesloten bij de club. En bij mij te gast is vandaag Carlo. Hij is gastheer van Kade 7. Carlo, we staan hier voor Kade 7. Daar werk jij. Vertel me, wat doen jullie? Wij schenken een heel lekker wijntje. Een lekker hap eten. En het is een prachtig blik om daar te zitten. In de zomer hebben we prachtige palmbomen daar staan. En het is iets aparts. Dus het is een restaurantcafé? Het is niet direct een café, maar het is puur om te relaxen daar. Dus. En nou hoor ik al wel wat bijzondere dingen, die gaf je net al aan. Maar kan je me eens in punten uitleggen, wat is nou echt zo bijzonder? Bijzonder is dat ik een prachtige groep meiden heb, studenten. En ik natuurlijk als bijzonder iemand, want ik zit er al behoorlijk lang in het vak. Door persoonlijke toenadering van klanten, dat accepteerde mensen heel graag. Dus ik ga ook nog altijd naar ieder mens toe om een handje te geven. En dat gebeurt niet overal en dat maakt ook bijzonder van het hele bedrijf. En dan moeten we het natuurlijk ook nog over de businessclub hebben. Ja. Want waarom zijn jullie eigenlijk lid van de businessclub? Wij zijn lid geworden als Kade 7 om ook een beetje toegankelijk te maken of een beetje reclame voor de omgeving en zo allemaal. En ja, het is toch een op sport gebeuren, dat is ook altijd wel zeer belangrijk. Dus het is dan wel een beetje goede reclame om dat te doen. Maar wat voegt het voor waarde toe voor jullie? Nou, het voegt aan toe dat er toch een hele hoop mensen daar toch ook het plekje gevonden hebben. Dankjewel, dus, ja. Carlo. Dat was het. Gaan we allemaal naar Kade 7. Dank je. En sinds deze maand geeft de club ook een eigen magazine uit. Dat heet de SV Babberich Zakelijk. Leden hebben hierin de mogelijkheid om hun bedrijf te promoten. Nou, dit magazine is gratis te verkrijgen via de club en natuurlijk ook via de website. En dan nog even de agenda van deze week. Allereerst van de zaterdag. Om 9:30 speelt de F1 dan tegen Westervoort. En om 3:00 speelt de B1G tegen Groessen B2. En natuurlijk de zondag nog. Hopen dat het een beetje lekker weer wordt. Dan spelen we allereerst uit tegen de Keienburgse Boys, de VR2, om 9:30. En om 14:00 speelt Babberich de Liemers 1 tegen TVC 28-1. Dit was het voor deze week.
Ik wens u heel veel succes met de komende wedstrijden en graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Franklin Presentations.